De politie heeft donderdagochtend op het stationsplein in Breda in alle vroegte een man van 29 uit Breda en een 25-jarige inwoner van Den Bosch aangehouden op verdenking van een overval. Ze zouden die kort tevoren hebben gepleegd op de tramsingel. Het duo had het gemunt op een jongen van 19 en een meisje van 14 uit Breda. Voor de slachtoffers de opgeëiste portemonnee hadden kunnen afgeven, gingen de daders er door. De politie achterhaalde de verdachte dankzij het goede signalement.